Yo iedereen van Beelive en welkom terug bij een nieuwe Rollercoaster Tycoon Classic video. Deze keer zijn we terug in een nieuw level. Deze keer spelen we Barony Bridge. Je hebt de beschikking over een oude, niet meer gebruikte brug. Verander deze in een amusementpark. Jouw doel: op zijn minst 1200 bezoekers in je park te hebben aan het eind van oktober jaar 3. Met een beoordeling van het park van minstens 600. We gaan eens kijken. Wat hebben we hier allemaal? Waar we allemaal kunnen bouwen. Grote oppervlakte hebben we blijkbaar niet. Misschien we hier standaard ook weer beginnen met een draai. Ik denk dat we gewoon de lengte van die brug hebben voor attracties te bouwen. En dan gaan we eens kijken. Wat hebben we hier nog allemaal? Eens kijken, iets voor het eten. Een hamburgerkraampje. Onze informatiekiosk. Toiletjes. Eens kijken dat we waar ons park ook kunnen uitbreiden. We hebben een redelijke oppervlakte. Maar om te zeggen wauw. Dus ben aan het bekijken hoe en wat we zal doen. Bijvoorbeeld hier, misschien ietsje verder. 2 omhoog. Hier de ingang, daar de uitgang. Als we nu al een achtbaan kunnen plaatsen, dan kunnen we deze gerust ook gaan terugbetalen. Je moet wel opletten dat we de ingang en zo wel kunnen plaatsen. Een achtbaantje wel. Misschien als we een klein achtbaantje wel kunnen plaatsen. Dat we iets meer geld kunnen verdienen. Zo, dus deze kant hebben we al opgebouwd. We gaan eens wel kijken of we onze lening kunnen afbetalen vlug. Zo. Dat we al profijt kunnen maken. Misschien dat we hiervoor ook nog dingen kunnen bouwen. Misschien dat we hier ook nog een informatiecentrum of zo bouwen. Dus hebben we hier al een klein parkje kunnen opbouwen. Hier zouden we eventueel nog kunnen bouwen. Oké, dus we gaan even terug wat geld lenen. Dan gaan we deze hier ook plaatsen. Dat we al 2 grote attracties staan, zo gezegd. Dat we ietsje makkelijker gaan verdienen dan. Oké, hier staat een goede wachtrij. Een goede volle trein, dat is goed. Zo, ondertussen ons park wel goed bezig, moet ik zeggen. Het is altijd dezelfde splashmine dat we krijgen. Hè. Zolang we ook grote attracties kunnen plaatsen, niet altijd maar flat rides zijn dat je plaatst, dan heb je zo'n gebiedje, zo gezegd, die zo gezegd allemaal waterattracties bevat. We gaan misschien €3,50 hiervan voor vragen. Prijs waard. Als voor de mensen zeggen, de prijs is waard, kan je het altijd opslaan. Maar dan zijn ons bezoekersaantal gaan wel goed omhoog. Weet je wat de truc nu in Rollercoaster Tycoon? De truc in Rollercoaster Tycoon is namelijk dat je in het begin misschien heel veel geld leent. Veel attracties bouwt, vooral grote. Omdat we het meeste geld kunnen uithalen, zo verder je park opbouwt. Hoe je het echt wel een volle rij. Zo, en ondertussen hebben we een nieuw kraampje toegekregen. Heb ik ook ondertussen al wat afbetaald van onze grote lening dat we gedaan hebben. Dus deze weer omhoog plaatsen. Zo, en nu hebben we hier voor in de zomer een ijskraampje. Wacht, we gaan even eens uitdoen. Want de capaciteit van deze attractie even vlug wat verhogen. Van 10 wagentjes aan een trein doen. Even op testen zetten. Moesten we dat station nu eens een beetje groter hier gaan maken. kunnen wel wat mensen hier al ingaan. 2 passagiers. Ja, kunnen 2 mensen per keer in zo'n bootje. Dus dat zijn 16 mensen per uur of zoiets als ze dat rekenen. Met onze lening tot... Nee, zover gewoon niet raken zelf. Hier, ons spookhuis mogen we natuurlijk niet vergeten te plaatsen. Ik denk dat ik hem gewoon hier ga plaatsen, dat spookhuis. Dus als we nu plots heel veel geld verdienen, kun je eventueel ook wel de bob gaan plaatsen. Terug naar het ruistspoelen. Ondertussen is het park echt rendabel geworden, want onze lening is afbetaald. Ondertussen hebben we ook een nieuwe achtbaan gekregen. Of een nieuwe attractie, een kabelbaan hebben we gekregen. Gewoon eens kijken. We hebben ook een wildmouse. En die vind ik wel interessant om te plaatsen misschien in het park. Want die wildmouse is ietsje kleiner om te plaatsen. Dus ik denk dat we meer plaats gaan hebben ervoor. Even er wat geld gaan lenen. Weer 20 tot 20.000. En dan kunnen we er even naar investeren. We zijn bezoekers aan het verliezen en dat is niet goed. Zo, misschien dat we deze hier kunnen plaatsen. Zo. We gaan eens een keer op testen doen. 7, we gaan 8 wagentjes nemen, zodat de capaciteit groter kan zijn. Want er kunnen 4 personen per wagentje. Dan gaan we eens kijken voor onze bobsleeuw te kunnen plaatsen. Ik denk dat deze wel vet gaat zijn voor te plaatsen hier. Dus hier hebben we dit plaatje voorzien. Ik betaal niet zoveel voor piratenschip. Ja, dan gaan we het piratenschip muis maken, zodat we geen verlies maken met piratenschip. Dus 2,50 euro. We moeten natuurlijk ook maken dat we geen verlies hebben met onze attracties. En ons bezoekersaantal gaat ondertussen weer omhoog. Zo zie je dat... Oeh, dat zweeft hier, dat bord. Kijk, zo zie je dat je dikwijls moet investeren ook in je park. Dan kijk, we direct een volle wachtrij. Kijk, al geluk dat we extra, 2 extra treintjes erop gezet. Dus de prijs waar. Dan gaan we direct eens naar 3,50 euro gaan ervoor. Ja, natuurlijk, ja. Normaal moet je een beetje rustige attracties en achtbanen en zo van elkaar bouwen. Maar ja, in dit geval kan je dit natuurlijk niet. Loop maken, zit nu dat er een wachtrijen hier staan. Dat is goed. Zo maken we weer terug wat winst. Dan moeten we geen verlies maken met onze attracties, is het goed. Ons minst is de draaimolen. Zo, en ondertussen zijn we terug. We hebben terug kraampjes. Onze nieuwe kraampjes even plaatsen. Ik heb dus ook wat reclame gemaakt voor vieze paden. Zo, nog enkele maanden en ik hoop dat we ons doel al gaan bereiken. We hebben nog iets van 400 en zoveel bezoekers te gaan. Zo, nou even door te spoelen hebben en onze reclame weer gemaakt hebben. Zijn we ondertussen weer verder. Kan ik overal een keer ballonnenkraampjes. Als de laatste maanden gewoon een lounge tower hier plaatsen. Hey, het is al veel mooier hier in het park met al die verschillende kleuren ballonnetjes, want hier nog een paar ballonnenkraampjes zijn. Kurkentrekker, achtbaan, nee. Ons park is nu wel redelijk vol gebouwd, dus ik vind dat wij het nog redelijk goed gedaan hebben. Ik heb wel natuurlijk wat campagnes en zo moeten maken, voor nog te kunnen halen. Dus die campagnes gaat wel lukken. Ons park is wel rendabel geworden, dus we hebben geen lening meer of zo voor af te betalen. Kijk, het is zo kleurrijk hier in het park met al die verschillende kleuren ballonnetjes. En straks zie je al die ballonnetjes mooi de lucht in zien gaan, omdat we... Kijk eens! Is dit een leuk effect of niet? En dit level, hier, kijk hier, je mooie rond die toren. En wordt die, hey, dat is wel nice, kijk, en nu gaat hier door die ballonnen. Dat is wel nice. Dus en dit doel hebben we terug behaald. Vond je het een leuke video? Geef me dan zeker al die duim omhoog. Vergeet niet om te gaan abonneren op mijn kanaal hier beneden. Vergeet ook even niet het belletje naast de abonneerknop aan te klikken, zodat je telkens de melding krijgt wanneer ik een video upload. En ik zie je terug in de volgende video.